is een keuze om iets om je te uiten eigenlijk. Dus het had eigenlijk net zo goed een andere creatieve vorm kunnen zijn. Hoe kun je inhoudelijk iets goeds maken wat nog steeds mensen denken, oh, dat wil ik gewoon aan hebben. Nou, eigenlijk omdat we graag zelf ons werk wilden presenteren. Omdat we zelf zoiets hadden van in deze regio is het gewoon heel moeilijk om je werk te presenteren. Eigenlijk is het gewoon uit de hand gelopen, want ineens kregen we aanmeldingen vanuit de Randstad, uit Antwerpen, Brussel. En dan zie je ineens dat die behoefte dus niet alleen hier is. Dat je denkt, oh ja, er zijn dus zoveel ontwerpers die bezig zijn en die hard moeten knokken om hun dromen waar te maken. En ja, dan kunnen we, wij kunnen het onder andere dan mogelijk maken. Het is een plek waar je vanuit nul iets begint. In Amsterdam zou je weer een ander initiatief zijn die iets doet met mode. Ik heb altijd in Amsterdam het gevoel dat daar pas een soort van uithoek is. Omdat dat heel erg zoveel is en dat je in een plek. En wij zitten wel... Een beetje opgesloten Amsterdam is en in Nederland opgesloten is. En Maastricht, die bungelt daar... Of, hè, Limburg bungelt er een beetje zo aan. En waardoor we veel sneller zijn geneigd om naar Duitsland en België te kijken. Hier is onze studio. En het is zowel kantoor als winkel. Je ziet dat mensen Maastricht wel koppelen aan een plek met waar mode hoort en waar je wel kleding vindt. En daarom is het zo logisch dat we het nu hier doen. En jammer dat het er nooit was eigenlijk. Stichting Fashion Clash, nog nooit van gehoord. Door deze manier hebben wij zoveel dingen geleerd die we anders nooit zouden doen. En dat is zo bijzonder, dat hebben we in deze plek wel kunnen doen. En daarom ben ik blij dat ik dan toevallig wel ben gebleven. Want dat had ik nooit willen missen.